Oké, nou dit is hier bij dit bord. En dan moeten we niet deze weg hebben. Want die gaat rechtstreeks naar het dorp. Maar hier moeten we zijn. En dat hele kleine paadje daar, dat is het spoor dat we gaan lopen. En Suzanne gaat nu al een stukje lopen. Jungleavontuur. Op zoek naar staande stenen in de jungle. Daar is het erg donker hier. Het is een kakofonie van geluiden. Kijk eens, Suzanne. Nou, hier hebben we de eerste standing stones. De eerste duidelijke was eigenlijk het stuk terug al eentje liggen, maar deze staan nog mooi. In de jungle. Op zich is het pad goed beloopbaar en ook wel herkenbaar. Hier en daar een boom erover en dan onderdoor of overheen moet kruipen. Dan moet ik even opgaan met... Als het ons ontdekt is, dan houdt hij op. Er moet een boom over. We zitten nu aan de andere kant van de kam. Dus de afgrond is nu rechts. Gisteren hebben we ook een klein stukje van dit pad gelopen. Ze weten dat er net even verderop ook weer standing stones zijn. En Suus heeft ergens een bloedzuiger opgelopen gisteren. Het is nu vooral de muskieten waar we last van hebben. Een momentje licht. Zou er best wel eens eentje kunnen zijn? Ja, dit is een ronde steen, ja. Nou, we hebben een van de plekken te pakken. Niet zo goed te zien, maar hier ligt zo'n ronde steen, zo'n begrafenissteen. We hebben er een, Suus. Ja. Nou, het is bijna niet te zien. En hier staat ook een staande steen. Hier zo. Daar. En wat verderop staat ook nog wat. Zo, het stelt niet veel voor. Maar toch, daar staan ze. Oké, nou, een hele serie sites op elkaar.
En hier ook weer staande stenen. Daar zo eentje. Hier zo die licht. De boom erop. Hier op het pad. Een aantal stompen. Daar staat er ook weer één. Even heen lopen. Een boom is echt vrij recent ontworteld. Dan heeft ze mogelijk wat meegenomen van de site. Hier ook weer. En hier staat er weer één. Ongeveer 25 meter terug waren ook wat stenen. Dan dat grotere site die we eerder hadden. En even daarvoor ook wat stenen. Dus hier staan er flink wat. En hier in de boom is dus met het ontwortelen meegekomen. Ook een staande steen. En die ontworteling is vrij recent gebeurd, zo te zien. Dus deze site is vrij recent beschadigd. Hier wat nauwelijks zichtbare stompen. Verderop wordt het beter zichtbaar. Hier ook wat stenen. Hier zit een gat. Zo'n graftombe. Pas dat je niet instapt. En hier staan de stenen. Het regent overigens een klein beetje. Nog meer stenen, nauwelijks zichtbaar hier zo. Hier ligt er een op het pad. En dan hier is een mooie grote site. En vermoedelijk is dit de Keo Hintang. Dat is de grootste die er is. En dat is ook echt wel een flinke. Die is toch wel 4 meter, denk ik. Hier ligt er nog een omgevallen. Weer een groepje. Kijk hier nog meer. Staande stenen. Liggende stenen. Wat vind je ervan, Suzanne? Ik vind het mooi. Het is mysterieus, zo van die stenen. Het zonnetje erbij. In het woud. Deze plek is toch ook weer heel bijzonder, vind ik.